Even die auto van me schoonmaken, want ja, dat is echt geen poren, hoor. Jongen. Die werk van me doet het er ook niet best op, want ik zet hem in een loods. Maar ja, ze zijn in die loods ook gewoon bezig, dus ik kom elke keer tyfus zo in mijn wagen. Ik heb lang al gecheckt, ik ga hem nu even ophalen. Ik ga hem zo nog even bellen, kijken of hij klaar is. Hij denkt, we gaan gewoon even chillen. Ik ga gewoon meenemen om die auto schoon te maken. Ja. Hey! Ja. Opa dan! Wat doe je dan? Ik ben bijna klaar. Oké, is goed. Ik ben Greina bij Erasmusbrug. Is goed. Oké, ik zie je zo. Bij hem moet je sowieso liegen, snap je? Want zoals ik al een andere keer zei, hij is Surinamer. Hij weet van Abtijd, die bandje, die Surinaamse band, maar hij weet niet van Abtijd. Wanneer heb ik hem voor het eerste keer gebeld? Dat toen nog bij de Euromast was, hè? Niet eens bij de Erasmusbrug. Dat was om 13:07. Snap je? Ik zeg tegen hem, ik ben bij Erasmusbrug, maar ik was bij Euromast. Nu bel ik hem net, 17 minuten over 1. Hij zegt, aight, ik heb je appje gelezen, kom er nu aan, nu naar beneden. Het is nu 13:23. Kwartiertje later. Nee, ik ben ziek, nee. Je bent ziek? Ja, man. Je bent ziek in je hoofd. Breng me naar de drooggisterij, man. Naar de drooggisterij? Wat bedoel je daarmee? Koffieshop? Nee, G. Dus we zouden eigenlijk deze auto gaan spuiten, maar... Ik heb geluk. Ja. Ik ga naar de wasstraat. Skra! Skrika! Boom! Doe je best, hè. Deze man kieren vandaag. Ja, lach, je ziet. Het kan nog alle kanten op, zeg even. Dus, let's go, ja. Nee, ik zat te kloten met de joystick. Ja, wat is man? 2-1 voor hem, ik kom zo weer terug. Oh, fuck! Oh no, I didn't! Je vroeg erom, je vroeg om die camera. Mijn zus zijn klein, plus je ass lijkt mandarijn. Esso naar mijn oude ex, speelde vroeger echt geen klas. De ass is makkelijker dan jouw vriend. Ik kan niet tot je schat. Oké, waarom wil je mij nu even? Ja, omdat jij jou niet eet. Ik word die ding een beetje verzachten, die pijn van mij toch? Niet toch, maar. Oké, dat is gewoon. Hoeveel heb je gewonnen? 5-3. Was wel echt een heftige potje. Kijk, ze doeken daar zo. Was wel een betere pot dan tegen hem, of niet? Ja, zeker. Zo. Het is dat ik niet met Feyenoord tegen hem kon spelen, want hij wou niet met iemand anders spelen. En dan is gewoon, hij heeft wel het snelle doekoe gepakt. Heel snel geld verdienen. Skra! Skrikaka! Boom! Ja, schaatsbaan Rotterdam, nou. Dat wordt weer lach. Ik ben met Lange en met Greg. Shit! Dit wordt weer wat door mensen. Oh shit! Oh! Oké. Shit! Ik kan helemaal niet zo goed schaatsen. Hey Greg, ook weer hier. Hey boy, ik ga weer bijna op mijn bek. Oké, deze boy schaats hier over zijn achteruit, alles. Maar nee, ik moet even op paard komen toch, dan ben ik er, man. Wat denk ik? Ik ga gewoon Sven Kramer op je. Schat, schat. Sven Kramer. Schat, schat. Sven Kramer. Schat. Nu het licht gekomen op de schaatsbaan. Hey, opa. Ja, op je bek. Zij me doe mijn jas aan. Zij bitch, ik heb er niet koud. Zij me, waarom doe je jas niet aan? Ik zei toch bitch, ik heb er niet koud. Nee. En mijn moeder die zeurt. Op mijn kamer die murt. Maar er komt toch niemand hier binnen? Nooit. 3 rondjes, ben helemaal dood. Tjoe, joh. Skra. Skrikaka. Boom. Ik ben onderweg naar mijn oma. En ik ga daar eten, dat doe ik tegenwoordig elke woensdag. Omdat een paar maandjes geleden is er bij mijn oma geconstateerd. En ja, dat is niet echt zo best nieuws. Maar
eergisteren, ze hebben 2 weken geleden hebben ze een operatie dan gehad. En eergisteren is er uitgekomen dat er geen verspreiding is en dat het weg is. Dus ja, ik ben blij, man. Ik ben echt blij. Weet je, kijk, veel mensen die verliezen mensen aan dat. Ik ben zelf ook een paar mensen aan dat verloren. En ja, het is gewoon een kutziekte, weet je. Het blijft gewoon een kutziekte. Ik hoop dat ik op tijd ben om nog even een bos bloemen te halen. Dan ga ik nog even een bos bloemen voor de kopen. En dan ga ik lekker naar de toe. Dan gaan we lekker eten. Even een Hollandse pot of zo. Ja, niks mis mee. Dan heb ik hem nog net gered. Dus ik ga even opruimen. Goedenavond. Hallo. Mevrouw, een mooie bos bloemen. Ja, die staan buiten. Die staan buiten? Oké, okay, ja toch. Aight. Welke wordt het? Aight, dit wordt een mooie bosje bloemen voor mijn oma. Blij? Ja, helemaal lekker, blij met mijn jongen. Ja, we zijn weer lekker. Blij. Toch? Ja. Ja, fuck cancer. Ja, lekker joh. Kom, kun je er nog even van genieten, hè? Ja, zit je er weer op? Ja. Ja, mooi? Ja, prachtig. Skra! Boom! Hey, Jen! Kom eens! Jenny van de blok! Don't get fooled by the blocks that I got. I'm still Jenny from the block. Waar zit je nou al die tijd? Ja, we zien je helemaal niet meer op de Bijlandse Laan. Nee. Hey Jen, luister dan. Mensen gaan mij 10 vragen stellen op internet en dan ga ik ze beantwoorden. En dan ga ik jou 5 vragen, gewoon normale vragen bestellen. En dan moet je mij die beantwoorden voor de mensen, ja? Don't get fooled by the blocks that I got. I'm still Jenny from the block. Mijn vraag is nou, wat zouden jullie ervan vinden dat ik een Q&A ga doen met Jenny from the block? Ja. Wat zouden jullie daarvan vinden? Zou je dat tof vinden? Doe dan even een reactie onder mijn filmpje zetten met ja. En zet er gelijk een vraag bij wat je van mij zou willen weten.